We zitten momenteel in de regentijd en we hebben gemerkt dat bepaalde buurten nog wateroverlast ondervinden. Wij vragen ons af, wat doet het ministerie van Openbare Werken hieraan? In deze aflevering van Sranatori voeren wij een gesprek met de waarnemend directeur van Openbare Werken, de heer Satish Mohan. Welkom daarbij, meneer Mohan. Ja, goedemorgen. Ja, we zitten momenteel in de regentijd hè, en vele buurten liggen onder water. Is het ministerie hierop voorbereid? Ja, dus wat wij binnen onze budget en mogelijkheden zijn, hebben we voorbereid. Binnenkort hebben we ook hoogwaarschijnlijk de goedkeuring om ook wat hoofdkanalen op te halen. Maar waarmee we wel gestart waren zijn om alle sluizen en gemalen die er zijn, om die te rehabiliteren. En de afgelopen dagen heeft de minister weer een veldbezoek gebracht naar al die gebouwen en dingen die in aanbouw zijn of in rehabilitatie zijn. Dus die zaken zijn er wel. En alle andere die in bedrijf zijn, toch? Die worden optimaal bediend. Waardoor eigenlijk het water uit het gebied verpompt of met een sluis weggehaald kan worden. Dat is een... Maar ophalen van lozingen loopt een beetje achter. Met medewerking van andere instanties zoals ROS en LVV worden hier en daar al opgehaald. En binnenkort, als wij de goedkeuring ook krijgen, dan zullen wij starten met ons programma voor dit jaar. Oké, het programma is dus nog niet gestart? Niet helemaal. Dus het enige wat we doen is een eigen beheer. We hebben eigen equipment, die wordt ingezet op bepaalde gebieden. En de andere zijn, wachten we even nog op de goedkeuring, zodat we verder kunnen. Oké, ik neem aan dat u bekend bent met bepaalde buurten, dat die al jarenlang onder water liggen. Bijvoorbeeld die kruising aan de Keizerstraat, als ik het goed heb. Als ik het goed heb, ligt die al zeker 20 jaar tijdens de regentijd onder water. Misschien langer. Ja, misschien langer. Waarom ligt dat precies? Het is eigenlijk een geïsoleerde plaats waar onder water loopt. En dan waarom het misschien ietsje minder prioriteit heeft, dat we andere gebieden die, waar er meer impact is. Uiteindelijk gaat het om misschien 10 een strekking van 100 meter die onder water ligt. En je moet altijd relativeren van waar je investeringen doet. Van voor die 100 meter ga je misschien een paar miljoenen zetten. En als je beperkt budget hebt, dan zet je dat liever op andere plaatsen. Dus dat is, maar dat neemt niet weg dat we de oorzaak van het kennen. En wat er gedaan moet worden, zullen we ook doen. Binnen een ander project waar we financiering hebben, een lening, daar zullen we dit oplossen. Maar het is dan gescheduled voor na 2026. In de periode 2026 tot 2029. Wat is er allemaal gedaan om de wegen begaanbaar te maken in Suriname? Zijn er wegen geasfalteerd? We hebben twee verschillende programma's die we doen. Eén is voor onverharde wegen. Daar hebben we in de afgelopen maanden in diverse districten hebben we wegenbouwmateriaal aangeleverd. Dus dat is zand, lateriet in bepaalde gebieden. Een deel is wel gestopt omdat het ook een beetje eerder is begonnen met regens. Geloof ik is in Brokopondo en in Para is niet alles nog gedaan wat gedaan moest worden. En daar, als je lateriet op wegen plaatst, dan in de regentijd is dat niet te doen. Dus daar gaan we dan kijken hoe we dat alleen met de grader of wat kunnen egaliseren zodra het weer. In de andere districten zijn we wat we binnen ons budget, want we kunnen niet alles doen. Maar wat we binnen ons budget konden doen, hebben we gedaan. En voor Paramaribo en Wanica was een eerste fase al uitgevoerd. We wachten zelfde ook weer, zodra we de goedkeuring krijgen voor fase 2, gaan we weer dat weer opstarten. Wat we in de meantime doen, ik weet niet of je rondom OV-terrein hebt gezien, daar hebben we ook materiaal. Die gebruiken we voor in noodgevallen waar er dringende klachten zijn, waar er wel wegenbouwmateriaal op de wegen geplaatst, waar er diepe kuilen zijn of wat dan ook, dat doen we eigen weer. Dat wil zeggen, ons personeel, ons equipment, trucks en die rijden uit naar die locaties en dan doen ze dat. Dat is voor onverharde wegen. En dan hebben we ook een programma voor verharde wegen, dat is bestrate wegen of asfaltwegen. Daar zijn we afgelopen weken weer gestart met het lappen van gaten in de weg. Maar er zijn ook andere projecten opgestart, waar bijvoorbeeld als u de Anamoestraat neemt of wat dan ook, ook dat deel dat vaak onder water is, dan voorbij de Jan Steenstraat tot de Picassostraat. Daar wordt structureel aangepakt. Als je daar bent geweest, het was ook
geloof ik, afgelopen week in de, was het minister op een veldbezoek daar. Dan ziet u dat we daar eigenlijk de weg totaal omhoog brengen, zodat het daar droog ligt. De riolering wordt ook aangepakt, dus dat is structureel. Tweede instantie die ons ook nog helpt met alles, of die samenwerkt met ons, is de wiegautoriteit. Vanaf vorig jaar zijn ze begonnen met het rehabiliteren van wegstrekkingen. Dus dat doen we samen met hun. Dus zij doen een deel en wij doen de rest. Dus dat is het voor harde wegen. Wat we ook simultaan doen, en dat valt misschien niet direct op, maar als er dringende rioolverzakkingen zijn of wat dan ook, worden dat ook opgelost. Zijn in de Prinsessenstraat bezig geweest, in, even nadenken, waar, op de hoek van de Tsigastraat en de Dr. Sophie Redmondstraat was er ook een gat ontstaan, dat is ook gedaan. In district Wanica, ze hebben ook een aantal waar duikerverzakkingen waren, die hebben we ook allemaal aangepakt in de afgelopen periode. En dat gaat door, toch? Dus dat zijn contracten die tot eind van dit jaar verder gaan. Ja. We hebben ook gemerkt, of ja, we hebben vernomen, dat er op 31 mei ook wat werkzaamheden zijn verricht van Hoogeruitstraat. En dat ze ook bezig zijn met de brug. Wat is er allemaal gedaan aan de brug en aan die straat? Allright, dus te starten met de brug. Sedert 28 februari van dit jaar is de brug afgesloten geweest. Waardoor men moet omrijden en gebruik maken van de brug die bekend is als de Fabiebrug of de brug bij Saron. Om dan de noord-zuid van Paramaribo naar Wanica of naar het zuiden van Paramaribo te gaan. Dus dat is gebeurd. En daarna is direct gestart met het demonteren, het slopen van de oude brug. Zoals u misschien niet bekend, maar die oude brug voldoet niet meer. Al heel lang, zeker meer dan 10 jaar, mocht zwaar verkeer niet eroverheen gaan. En die brug was, ja, ook bij het slopen is dat weer gebleken, dat het heel wankel nog was. En dat eigenlijk anytime er wat kon gebeuren. Dus dan hebben we dat zit in het project. Hoor. Dus het slopen, het is nu helemaal verwijderd. En dan komt er daar een nieuwe brug, die eigenlijk even breed is als de wegen die daarop aansluiten. En dat is nu in uitvoering. Maar omdat waarom u nog niet daar zit... Het sloopwerk wordt afgerond. Dus alles wat bovengrond was, heeft u gezien, dat is gesloopt. Nu worden ondergrondse delen ook eruit gewijderd. Zodat eigenlijk de overgang in het Saramaka-kanaal breder wordt. Er is dan grondverbetering aangebracht, want die brug is breder. En daardoor moet je meer grond aanbrengen om eigenlijk diezelfde... Dat deel dat over land is, niet over water, moet dezelfde breedte hebben als de brug. Dus daar is nu bezig. En dat heeft een technisch proces waarbij eigenlijk dat materiaal dat je aanbrengt moet op de juiste hoogte van de eindhoogte van de brug zijn. Zodat wanneer je de weg en de brug, de wegen naar de brug, dat die niet gaan zetten meer. Dat die niet meer gaan verzakken. Zodat alles één geheel vormt. Daarmee zijn ze bezig. Dat traject zal ergens nog 4-5 maanden duren. En dat wordt gemonitord of het patroon volgt van wat was voorgesteld, om dan te starten met de bouw van de nieuwe brug. Het is een project dat maximaal een jaar zou duren, dus ergens eind januari, februari volgend jaar moet dat helemaal afgerond zijn. Dan heeft hij de nieuwe brug. En van het Hoogruisstraat en omgeving, daar zijn er hoogstwaarschijnlijk wat labwerken gedaan om de straat bereikbaar te houden. Maar in het project ook voor rehabilitatie van de brug van het Hoogeruisstraat zit ook de rehabilitatie van de van het Hoogeruisstraat hetzelfde. Daar zijn binnenkort gaan al die nutsleidingen en nutsbedrijven werken aan de weg om al hun oude kabels en leidingen te verleggen. Zodat er meer ruimte ontstaat om die weg gewoon breder te maken. Dus dat project is al aanbesteed. Wachten even nog op goedkeuring van de gunning, om de gunning te doen. En dan kan het contract getekend worden. En dan hopen we dat ergens tegen eind van dit jaar, we dan weer een moment hebben waar we kunnen aantonen van wat er gaat gebeuren. Maar, dus in dat project zit de Van het Hoogruisstraat rehabiliteren, helemaal ervan. Daarin zit kruispunt met de Willem-Campagnestraat, dat wordt veranderd. En de rotonde bij de Weidenbosbrug, die gaat ook helemaal gewijzigd worden. In de eindsituatie is het geen rotonde meer. Gaat het een kruispunt worden met een groot verkeersregelinstallatie, verkeerslichten, waardoor het verkeer hopelijk vlotter afgewikkeld wordt. En ook met de Slangenhoutstraat krijg je een nieuwe verkeersregelinstallatie.
En in het project op dit moment wordt ook de Slangenhoutstraat volledig gerehabiliteerd. Dat wordt ook gelukkig breder. En dan krijg je dan veiligere voetpaden en fietspaden erbij, alles erop en eraan. Zijn er nog andere projecten die het ministerie heeft uitgevoerd of die in de planning zijn, die we nog niet hebben genoemd? Dus op dit moment in uitvoering zijn vooral sluizen en rehabilitatie van een aantal gemalen en sluizen binnen Paramaribo. Binnenkort wordt, dus er zijn in de aanbestedingen, dus dat nog goedgekeurd moet worden, maar dan volgt nog meer rehabilitatie van sluizen en gemalen in stad en district. Bijvoorbeeld pompgemaal Leonsberg, daar heb je op dit moment een pomp met die twee pompen hier, waarvan één goed werk en één halfjes. Daar komen er drie nieuwe pompen. Daarmee zijn we al bezig. Dat ontwatert het gebied Leonsberg en een deel van Klevia. We zijn ook bezig met gemaal Morgenstond. Daar heb je ook een pompgemaal die drie pompen had, waarvan één goed werkt en één half. Dus daar komen er ook nu drie nieuwe pompen met hogere capaciteit, waardoor je eigenlijk het water van het gebied Morgenstond en een klein beetje van citrusplantage vlotter kan laten afwateren. We zijn bezig aan de Jodenbreestraat. Daar was er een oude sluis, die was omdat het pomp was een beetje in verval geraakt. Dat wordt nu weer gerehabiliteerd, waardoor je niet altijd hoeft te pompen. En wordt dat sluis met een automatische deur gebouwd, waardoor hij bij laagwater zelf uitgaat. En dat pompgemaal wordt ook gerehabiliteerd, waarbij je die twee bestaande pompen helemaal weer in goede staat worden gebracht, zodat je dan volledig kan gebruiken. Centrale markt is er een sluis. Dat ontwatert ongeveer het gebied Dr. Sophie Redmondstraat en omgeving. Dus dat wordt gerehabiliteerd. Waar belangrijk is het gebied Gravenbergstraat en omgeving. Daar is het gemaal Drambrandersgracht. En dat gemaal ontwatert het gebied Gravenbergstraat, maar helemaal tot achter Margrethaland, tot Tweede Rijweg. Dat gebied zit, op dit moment zijn er alleen twee sluizen die in bedrijf zijn. Dat wil zeggen, wanneer het vloed is, gaan die sluizen dicht. En als het heeft geregend, dan moet je wachten tot het weer laagwater is. Binnenkort komen daar, we hopen tegen eind van het jaar helemaal klaar te zijn met dat gemaal. Dat er drie nieuwe pompen komen, waardoor je eigenlijk dat gebied eenmaal 24 uur kan laten ontwateren. Dat zijn in grote lijnen waarmee we bezig zijn binnen Paramaribo en omgeving. Andere zaken die nog komen, misschien eerder niet gezegd, bijvoorbeeld op Jachlus, waar er drie jaar terug een noodmaatregel was getroffen met een containersluis. Daar komt er een heel brandnieuwe sluis met alles erop en eraan. Op Brantimaka, weg naar zee, de aanbesteding gaat binnenkort starten, komt er ook een nieuwe sluis. Die oude sluis is in verval geraakt. En dat is om het gebied weg naar zee beter af te wateren. Op dit moment heb je alleen een pompgemaal. En omdat die andere sluis is komen weg te vallen, dan is er veel sprake van stagnerend water. Dus het water gaat niet snel genoeg weg, omdat alles via het pompgemaal alleen moet gaan. Dus met die bouw van de sluisbrand die maken, hoeven we dat weer te optimaliseren. Coronie is op programma en aan de nu weer gevonden weg is er ook een pompgemaal Santopolder, die wordt ook nog gedaan. We zijn op uitkijk, gaan er nog wat werkzaamheden worden uitgevoerd. En binnen het Wereldbankproject zijn we nu bezig in de fase voor het voorbereiden van de contracten voor het rehabiliteren van Saramaka Doorsteek aan de Paramaribo-zijde. Dat is die schutkolk en die sluizen daar. Die zijn in het Saramaka-kanaal. Op dit moment wordt het kanaal helemaal opgeschoond. Aansluitend daarop hopen we dan dat die aannemer kan beginnen met het rehabiliteren van die schutsluizen en die sluizen daar in het Saramaka-kanaal. Dat zijn voor dit jaar. Ik zit even na. Er zijn nog een aantal bruggen natuurlijk die nog gedaan gaan worden. Kleine bruggetjes hier en daar. Stijgers op Bakkie. Bakkasroisi. En daar zijn er twee stijgers die worden gedaan. In Nieuw-Amsterdam geloof ik. Dus. En dan zijn er wat kleinere projecten. Dus er is een hele tal van projecten in Nigeria en nog andere zaken die gedaan gaan worden. Dank u wel.
Volgens de waarnemend directeur zijn de projecten in volle gang, waardoor de ontwatering binnenkort sneller zal verlopen. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u ons gerust een WhatsApp-berichtje sturen op het nummer 8485816. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zie ik u de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.